dan moet zeggen, tijd voor een nieuwe vlog. We zijn net aangekomen in ons huisje in Dardenne, want het is familieweekend. Dat doen we elk jaar in het eerste weekend van mei. En dit is mijn kamer. Het leuke is, dat is van Le Pat Royal. En dat is een organisatie die huisjes heeft die speciaal voor honden zijn. En elke kamer is ook in een hondenthema. En ik zit in de Cocker Spaniel Room. Dus dat is super tof dat die allemaal zo'n eigen thema hebben. En die vertellen ook zo weetjes over het ras. Wie de bekendste Cocker Spaniel is. Hier bijvoorbeeld is die dan van Billy. Dat is echt super tof. Dus dit is dan een voorbeeld van nog een kamer. Dus dit is de Duitse dog. Hier slaapt mijn broer, schoonzus en de baby. En zo is elke kamer dus voorzien van alles. Oei, au, we gaan gevallen. Hier is dan de badkamer. Dus alles super tip-top in orde. En zo zijn er 7 of 8 kamers. Dus echt wel veel plek voor iedereen. Dus dit is dan de tuin, volledig omheind. En dan dit is nog een apart stuk dat omheind is. En daar is dan een zwemvijver met ook een bootje in. Moesten we er zelf in willen. En dit is dan het huis. Dag Odie. Hi. Oh, ja. Goedemorgen. We hebben net ontbeten en we zijn ons nu aan het klaarmaken om te vertrekken naar het Bastogne War Museum. Dat is een bezoek van bijna 3 uur, dus daarna gaan we gewoon gezellig een aperitiefje doen. En dan kan ons papa aan het eten beginnen, want we gaan hamburgers op barbecue eten. En ja, het is gewoon een gezellige avond zoals anders. En ja, Toon en ik gaan even naar de sprintrace in Baku kijken. Want Formule 1 moet natuurlijk ook na de stop. Dus, en morgen is de race, dus daar wil ik zeker ook tijd voor vrijmaken om dat te kijken. Maar nu is het gewoon gezellig thuis, beneden, met iedereen gezellig aperitieven. Niet te missen. Is het niet te missen, toch? Niet te missen, hè, ja. We hebben er een maand op moeten wachten. Ja. Oh, nee. Dat zit echt in de top 5. Smash burger. In Spanje zo onnoemde die keet. Goedemorgen, het is nu zondag en ik ben bezig met hondencupcakes te maken voor Peuters verjaardag. En dat is dan op basis van aardbeien en blueberries. De honden zijn nu ook even buiten aan het spelen en straks hopen we er even mee te gaan wandelen, want het is bekerfinale van Antwerpen en de mannen willen daar per se kijken. Maar het is een super mooie dag, dus dan is het zonde als we eens niet zouden gaan wandelen. Oh, dat is waarschijnlijk niet eens een clue dat die... Ja,
voor mij een beetje bekeken. Ze komen ook echt zo afgehoord. Ja, hallo? Vind je dat niet leuk, Odie? Dag vriendjes. Wat? Oh, wauw. Oh, Germe. Hoe speel je cup met 5 honden? Ik weet niet, ik vind er maar 3. Ja, daar. Ai, ai, ai. Ah. Allee, Odie, vangen hè. Vangen hè. Lichte chaos. Ja. We zijn toen met een vriendin en bus naar Berlijn gereden en wij zijn handmatig stukken van een Berlijnse muur. Krijgen we dat nu een stuk? 3. Dat is dat nou afval was. En lijkt nu dan al. Ja. Geweldig. Die heeft dan een heel veld. En dan zit dat daar. Allee. En Koda stond erbij en keek er naar. Hey guys, ik ben weer thuis. Ik ben met mijn broer, schoonzus en mama en met Koda en Odie een wandeling van 8 kilometer gaan doen en ik voel echt mijn voeten niet meer. Ik was zo slim om mijn wandelschoenen thuis te laten, dus ik heb op mijn Vans de wandeltocht mogen doen. En ja, de Ardennen kennende, dat is niet vlak. Dus mijn voeten branden echt verschrikkelijk hard. Ik weet nog niet of ik pleinen heb of niet, dus dat ga ik ze niet ontdekken. Want ik ga nu even douchen en dan is het aperitieftijd. En dan ga ik eindelijk de cupcakes ook aan de honden geven, want ik heb die gisteren gebakken, maar er was gisteren geen tijd meer voor om die te geven. En ja, dus dat moet zeker vandaag nog gebeuren. En aan de avond weet ik eigenlijk niet wat de planning nog echt is. Ik weet dat het zoveel met frietjes is vanavond. En ja, we zien nog wel. Ik heb besloten om een bad te nemen, zodat mijn voeten even kunnen rusten. Dus dat kan wel nice zijn. Dus even wat. Zeep. Hoeveel? Lekker wild gaan. Ik heb een probleem. Doordat mijn handen super hard gezwollen zijn van te wandelen, krijg ik mijn ringen niet meer uit. Maar die kunnen niet tegen water. Dus dat gaat even wringen worden. Ik heb ze uitgekregen, chance. Maar oh, ik ben er straks in brandnetels gelopen en dat brandt nog altijd, maar je ziet niks niet meer. Dat is echt, oh. Ik dacht, oh, ik ga even mijn Koda door de vel, dat is kei tof, gewoon los in brandnetels gelopen. Maar je ziet zo niks niet meer van die netels. Geen boegels, maar dat voelt je nog wel. Misschien dat dat laadpad wel stopt. En ik hoop dat toch, want dat is redelijk irritant. Ik ben weer klaar en ik heb een jurkje aangedaan van Julian. Dat is one size, dus dat is super makkelijk. En dan ga ik naar beneden voor mijn aperitiefje. En om de avond te starten, want ze moeten nog eten. Ik moet de honden nog eten geven. En als ik het goed hoor, zit iedereen buiten. Dus dan ga ik even aansluiten. Ik zei dat ik klaar was, maar dat is niet zo. Want ik moet nog deodorant en parfum opspuiten. Voilà. En dan natuurlijk mijn juwelen terug aandoen. Hoe vindt dat? Wil ik het terugboeken voor volgend jaar? Maar ik wil er nu
Want anders dan zitten dat kwijt voor zo'n periode. Ja, nee, maar dan is het ook beter weer, hè. Om van alles te kunnen gaan doen en zo. Kunnen we inderdaad zeggen, oh, dan is kajakken of... Wat datum is dat volgend jaar? Ja, dat moet je... Om de verjaardag van Piotr te vieren, dus ik heb hondencupcakes gebakken met blauwe bessen en aardbei. En die gaan we eens aan de hoefjes uitdelen. Cora heeft er al heel veel rusting in, maar we gaan ze beneden uitdelen. Kom, meisje. Kom. Kom, jongen. Ja, ja, het is voor beneden. Kom, let's go. Let's go. Die kan het niet zo, vond wel lekker, maar aan de andere kant vond ik wat te veel naar haar dus ik vond dat zo weg had van mijn ham van in... Van in Frankrijk zo. Ja, ja. Moet ik Tuur even vasthouden? Hola. Wat gaan ze doen? Tuur, langs de poort. Ja, ja, ze kunnen niet meer door. Moet jij niet omgekeerd zitten, Olaf? Moet Olaf niet omgekeerd zitten? Ja. Dit is kwijt, heb ik pizza pie, dat is amore. Goeien haken, die pille. Ja, maar we moeten nu doen. Niet aan de klink. Niet aan de klink. Ik ben ondertussen weer thuis en ik ga hier ook de video afsluiten, want ik moet nog van alles doen vandaag. Ik moet Sweet om 12 uur klaarzitten aan de laptop voor tickets voor Theo Lindemann. Dan moet ik mijn koffer uitladen en terug inladen voor Spanje. En dan om 3:30 moet ik mijn wimpers gaan doen, want die zijn 4 weken geleden gedaan, maar mijn wimperstyliste was geopereerd, dus dat was allemaal uitgesteld. En het is echt nodig, want ik heb er echt bijna geen meer aan mijn huidige wimpers hangen, dus dat moet zeker nog gebeuren. Colaatje is ook weer gesetteld. Moest jullie de video leuk vinden, geef me zeker een thumbs up. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel. Bye bye!